Ik ben Bjorn, 21 jaar en al sinds mijn 9 een pleegkind. In die 11 jaar heb ik 2 crisissinnen meegemaakt, waarvan de tweede keer op keer werd verlengd. Gelukkig hoefde ik niet naar een jeugdinrichting toe, maar dat was alleen omdat mijn pleegvader daarvoor ging liggen en mocht ik daar dus blijven. Eén ding viel me op in die 11 jaar als pleegkind en dat was dat ik niet heel veel hulpverlening nodig had. Mijn voogd heb ik daardoor ook eigenlijk bijna nooit gezien. Pas op het laatste toen het nodig was, toen ik 18 werd. En mijn pleegzorgwerker die kwam eigenlijk voornamelijk alleen maar praten met mijn pleegouders. Maar ik was toch degene die uit huis geplaatst was. Waarom praat ze dan niet met mij? Ik heb dat de gemeentes meer gaan investeren in medewerkers die echt contact met pleegkinderen zoeken. Een pleeggezin is heel fijn, maar soms wil je ook iemand anders nodig om je verhaal en kwijt te kunnen. En dat zou dan met een medewerker kunnen die echt het contact met je opzoekt. Dat zou eenzaamheid hopelijk voorkomen en hulpverlening verbeteren.